Een paar mooie herfstdagen, je gaat wandelen en wat kom je gelukkig nog tegen? De koeien in de wei. En dat bracht mij op een heel beroemd schilderij. Ons collectieve geheugen, daar heeft u vast ook nog wel in zitten, de stier van Potter. Een uitzonderlijk schilderij, alleen al het formaat. Want als we het op zaal zien hangen, dan valt het meteen op tussen alle andere 17e eeuwse meesters... die toch vaak een handzaam formaat, iets wat je gewoon op straat of bij de schilder thuis kon kopen. Vraag en aanbod? Nee, een enorm doek. Een enorm doek met daarop, als we het zouden beschrijven, een groepje vee wat daar ligt. De herder daarachter, de driehoek of de, eigenlijk het kruis van de bomen. En dan rechts die enorme stier. En die enorme stier... Daar kun je van alles bij bedenken. Wisten we nou maar wie dit had besteld? We weten namelijk dat, als we daar ook dichterbij gaan kijken, in de details, Paulus Potter bijvoorbeeld met het doorkijkje rechts achter de achterpoten van de stier, laat zien waar die zich al in had gespecialiseerd. In dit soort wijde stukken, in dit soort prachtige perspectivische kijkjes met een horizon en dan nog even in de verte, daar waar het licht ook op valt, een toren, een kerktoren en dan met andere lichtvlekken even aangeven waar ander stuks vee staat. Dat is waar die zich op klein formaat in had gespecialiseerd, een van onze vele genre specialisten. Maar ook in de stier van Potter heeft hij laten zien dat hij zich heel goed realistisch kon weergeven, goed observeren, bijvoorbeeld het kopje van het schaapje, dan wel de kop van de koe, die recht op ons kijkt, waarbij je eigenlijk bijna net in die beetje vochtige neusgaten lijkt te kijken, waar je bijna dat zuchten van een koe kunt horen. Of als je dichterbij komt, dan blijkt er overal altijd ook vliegen rondom koeienlijven te zijn. Nou, die zie je bij de stier boven zijn vacht ook nog vliegen. Boven de stier vliegt een leeuwerik, onderaan de poten op de voorgrond zit een kikvors en ligt ook nog wat koeienvlaai. En nog met een doorkijkje naar twee andere koetjes op de weide daarachter. Het zijn allemaal zeer realistische details. Hoe realistisch is die stier zelf echter? Ja, dat blijkt door onderzoek wat men in de 20e eeuw al heeft gedaan. Dat de stier bestaat uit meerdere delen van meerdere stieren. Met de kop van de stier van een bepaalde leeftijd en de achterhand van de stier van ook weer een andere stier van een andere leeftijd. Het is dus een samengestelde stier. Het is geen realistische, echte stier. Als jij dan dit bestelde bij Paulus Potter, was dat dan omdat je misschien een prijsstier had gefokt? Dat wat vandaag de dag ook nog gebeurt, als je een prijskoe of de koe die het meeste melk geeft, daar worden prijzen voor uitgeschreven. En zo was dat ook in de 17e eeuw. En was het iemand die dus een fantastische stier had gefokt. Maar waarom zijn er dan verschillende delen? In ieder geval moet het iemand zijn geweest die dit bestelde. Want Paulus Potter heeft echt niet voor zijn lol alle pigmenten, verven en doek enzovoort aangeschaft en dit geschilderd in de hoop dat hij het daarna zou verkopen. Er moet een opdrachtgever achter hebben gezeten. Maar we weten niet precies wie dat is geweest. We weten wel hoe in het collectieve geheugen een deel van die stier is blijven hangen. Onder andere voor een bepaalde generatie die nog zijn opgevoed met het aap-nood-mies-bordje, weten we dat op de tweede rij de herder Teun is geworden. Dus dat is in het misschien wel collectieve geheugen. En in de hele geschiedenis heeft de stier van Potter ook nog wel een bijzondere rol gespeeld als het door de troepen van Napoleon worden meegenomen naar Parijs, in het Louvre, in de koninklijke collecties terechtkomen en een tijd lang heeft gehangen op dezelfde zaal als de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Bijzondere combinatie. De stier naast Mona Lisa. En gelukkig hebben de Fransen het na de val van Napoleon keurig teruggegeven en komt het weer in het koninklijk kabinet der schilderijen te hangen. En daar hangt het nu met vlakbij een schilderij waar de maker zelf ook op voorkomt. Want Paulus Potter, helaas jong gestorven, heeft een portret laten maken door Bartholomeus van der Helst, een tijdgenoot. En je ziet hem hier als toch wel een gearriveerd schilder. Zo'n beetje met zijn arm zo over dat mooie krukje heen. En een doek, palet met de penselen en met de schilderstok al aanwezig. En klaar om te gaan schilderen dat wat hij graag deed en met verven deed en goed verkocht, maar dus vooral
En nou maar eventjes naar voorbeelden uit waar dan ook over de hele wereld. Als je een 17e eeuwse afdeling schilderkunst tegenkomt met schilderijen uit de Nederlanden. En een Paulus Potter tegenkomt, handzaam formaat, gespecialiseerd in vee. Waarbij heel vaak dus op de ene kant, hier bijvoorbeeld deze twee koeien met die boom. En dan via die geit die in de verte kijkt. Heel vaak is dat de verbinding tussen de achtergrond, de horizon, waar ook nog weer wat licht op valt. Dat zijn de composities waar hij zich helemaal in had gespecialiseerd. Met bijvoorbeeld eentje ook uit het Rijksmuseum. Dan ietsjes meer hè, de bewoning erbij met de boerderij. Dus niet zozeer dat doorkijkje in de verte. Alhoewel hier er ook een koe weer naar de volgende scène kijkt. Waar de boerin achter de andere koe de koe zit te melken. Dus ook zo'n beest wat in de verte kijkt. En dat zien we ook bij de koeien die hier in het water staan. Verkoeling zoeken met hun pootjes in het water. En het leuke is dat dit werkje uit het Mauritshuis niet alleen koeien in het water. Maar als je op de achtergrond kijkt. Achter de laatste spiegelende koe. Het spiegelende koetje is dan ook de titel hè, van dit werk. Zie je ook nog mensen die verkoeling hebben gezocht in het water. Mooi zomers tafereeltje. Nee, uitzonderlijk. Stier van Potter. Maar ook uit de Hermitage in Petersburg, recentelijk nog ook in Amsterdam in de Hermitage geweest. Deze bijzondere scènes die één schilderij vormen, waarbij rondom allemaal scènes van jacht te zien zijn. Jagersscènes. En ook nog één zelfs uit de Metamorfoses van Ovidius die daar rechtsboven te zien is. Maar dan in het midden, de twee scènes, de wereld omgedraaid. Namelijk de jager die voor de rechtbank verschijnt. En welke rechtbank is dat? Dat is de rechtbank van het dierenrijk. Naast de olifant zit de leeuw, de koning van het dierenrijk. Hij zwaait de scepter. En voor hem is verschenen met de beer achter hem en het grote hert een jager. En die zal veroordeeld worden over alles wat hij in feite aan de rand van het schilderij aan het doen is. Om uiteindelijk in het tweede gedeelte, onderste gedeelte, zijn straf te ondergaan afschuwelijk. De ophanging van de jager en zijn jachthonden. De wereld omgekeerd. Misschien kende Paulus Potter ook uit de literatuur de Vos Reinaarde, die op een gegeven moment ook in een omgekeerde wereld degene is die recht spreekt. De literatuur is vaak een belangrijke inspiratiebron van onze 17e eeuwse meesters geweest. En ook andere schilders, tijdgenoten van Paulus Potter, zoals César van Everdingen, heeft daar ook deze thematiek gebruikt. Dus het zou kunnen dat hij daar zijn thematiek vandaan haalt. De opdracht die hij krijgt voor zoiets als de stier, of ook een uitzonderlijk werk, de waakhond, de wolfshond. De waakhond zeg ik meteen, omdat we zien, dit is niet een hondje wat je binnen in huis hield, geen huisdier, geen schoothondje. Nee, dit is een kettinghond. Waarom laat je dat schilderen? Ook een groot formaat, niet zo groot als de stier, maar een flink formaat vergeleken, zeker ook bij alle andere specialistische schilderijen op zaal hier in de Hermitage daaromheen. We kijken weer naar, zou zeggen realistisch tafereel in de verte, de horizon, dat kerktorentje, dat kan toen Paulus Potter in Den Haag en de omgeving woonde, werkte. Het torentje van Rijswijk, het torentje van Voorburg. En dat kunnen realistische elementen zijn die hij in zijn schilderij verwerkt. De wolfshond zelf, maar de combinatie ook weer iets wat nog altijd vragen oproept tot en met vandaag de dag. Net zoals de stier van Potter, een bijzonder exemplaar van een schilder die altijd ook nog in onze gezamenlijke herinnering te boek staat als de schilder van de stier van Potter.